Hey Snackies, welkom weer bij een nieuwe aflevering van The Sims 4 Strangerville. De vorige keer waren we met Elia naar het lab geweest en daar waren we geëindigd omdat we dus nog meer ruimtes door konden onderzoeken als het ware. Dus dat kun je vandaag verwachten. Ik ben heel erg benieuwd wat we voor de rest gaan krijgen, dus kijk gezellig snel mee. Daar gaan we. Even kijken, we waren niet thuis, dus we gaan sowieso eventjes door naar het lab. En volgens mij waren we, als ik het goed heb, voor een of andere ingang. Dus we gaan even kijken. Oh, hier zie je. Even kijken. Wat zijn we aan het doen hier? We staan hier voor... Even kijken. Wacht. We staan dus hier nu voor een of andere poort. En even kijken ook wat hier allemaal om ons heen is. We zien hier allemaal planten. En ja, Elia staat natuurlijk als het ware gewoon in een heel groot pak. Wat haar beschermt tegen de stoffen die daar dus vliegen. We gaan dus hier wel een soort scanner weer doen. Net zoals dat we vorige keer hadden om sowieso in het lab te komen. Maar als ik nu al een beetje kijk. Als we door deze deur gaan. Dan zien we hier echt een mega grote plant. We kunnen hier dus met op een soort platformpje kunnen we naar boven. Maar ik zie dus hier ook nog een ingang. Hier een ingang of een uitgang. Ik weet niet waar we naartoe gaan. En hier ook nog eentje. De vorige keer zijn we dus hier doorheen gegaan. We hebben dus allemaal kleine... Ja, de kleinere planten gezien. Dus we gaan even kijken. Oeh, wacht even. Wat zit hieronder? Hieronder zit... Ik kan er niet naartoe. Maar er zit hieronder ook nog... Hier zit denk ik de wortel of zo. Nou, laten we gewoon gaan kijken wat het is. Let's go. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Wacht even. Het beweegt ook gewoon. Dit ding beweegt. Oké. Oeh. Oké. Ik weet niet echt of we hier echt naar binnen durven. Wat is dit dan? Uitdagen, proberen te vechten en proberen te communiceren. Oké, laten we dat proberen. Wat is dit voor ding, joh? Oei. Wat is dit voor een ding? Wat is dit voor een ding, joh? Tegen de moederplant vechten met... Bereik het chemische analyseapparaat. Oh, wacht. Gebruik het... Wacht even. We moeten hier wat voor doen. Gebruik het chemische analyseapparaat om de vaccinaties te maken en bondgenoten te vaccineren. En te recruteren om jou tegen moederplant te vechten. Oké. Vereist 1-3 bondgenoten. Hoe kom ik aan die bondgenoten dan? Kunnen we hier nog... Oh, hier kunnen we niet meer verder doorheen, denk ik. Oké, dus maar deze plant zorgt er dus voor dat iedereen een beetje gek gaat doen, denk ik dan. Ik kan hier niet meer doorheen, denk ik. Of wel? Het ziet daar nou uit of we dat wel kunnen. Nee, hier kan je niet doorheen. Kunnen we hier dan doorheen? Ook niet. Ook niet. Zo, maar wat is dit voor een ding, jongen? Oké, we gaan nog één keer proberen te communiceren ermee. Wacht, we gaan even uitdagen. Kijk wat er gebeurt. Ik hoop niet dat ik dood ga. Oké. Wat is dit? Oh. Wat is dit voor een plant? Oké, we gaan even proberen te vechten. Ik denk niet dat het iets gaat uitmaken. Maar we gaan gewoon even kijken wat deze actie is van haar. Oké, stop met uitdagen. Je maakt het echt boos. Oei, oké, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren? Wat is dit? Oh, ik denk dat ik er echt aan ga, jongens. Oh shit, oké, ik denk dat ik hier weg moet wezen. Oh, nee, ga maar weg. Hierheen gaan. Oh, nee! Wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier, joh? Even kijken hoor, de moederplant is extreem sterk. Je kunt beter niet in je eentje tegenvechten. Je kunt nu vaccinaties maken met behulp van het chemische analyseapparaat. Vaccineer en recruteer andere sims om je tegen de moederplant te helpen vechten. Oké, maar waar moeten we dan die vaccinaties maken? Oh, hier zo. Oké.
Oké. Oh, ik vind het wel een beetje maf hoor. Ik heb geen idee wat we nou er te wachten staan. Oké, ik heb een beetje trek. Beduust. Ja, we zijn dus een beetje beduust. Overweldigd door de moederplant. De moederplant is extreem sterk. Je kunt haar beter... Oké, dat is een beetje wat we net dus gelezen hadden. Oké, maar hoeveel van die vaccinaties moet ik dan maken? Moet ik daar een hele hoop van maken? Of moet ik daar net maar gewoon een paar van maken of zo dan? En moet ik dan zeg maar de mensen die een beetje raar lopen, die strange lopen, moet ik die dan vaccineren? Of moet ik juist de gezondere mensen doen? Ik weet het niet goed. Elia heeft met succes een experimentele vaccinatie gemaakt. Test deze op bezeten... Oh, zie je? Op bezeten sims. Oké. Gebruik insectgebruik. 5 sporenclusters en 1 zonderling fruit. Oké, gebruik de infectiescanner om sporenclusters te vinden en verzorg een zonderlinge plant om zonderling fruit te oogsten. Oké, we gaan wel even naar huis toe. Oeh, en ze moet naar de wc toe. Oeh, gaat ze het redden tot thuis? Nou, loop je maar even door naar huis toe. Oeh. Wow, 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 wacht. Waarom? Wat is hier allemaal aan de... Het is hier in één keer helemaal rood. Wacht, we gaan eventjes hier naar de wc trouwens. Want ik denk niet meer dat we het redden tot thuis. Oh, wat is hier? Oh, daar is niks, denk ik. Zo, wat is dit voor lucht in één keer? Jeetje. Oké, maar die planten, dit soort planten hebben we dus wel nodig, denk ik. Zie je? Verzamelen? Ik denk dat we hier dingetjes van moeten verzamelen. Uitdagen? Nee, ik durf niet meer echt een plant uit te dagen. Hey, ik word hier wel een beetje dat ik denk van... Nou, ik weet niet of ik hier nou echt blij mee moet zijn dat ik hier nog ben. Oh, en we moeten ook nog gaan werken. Oké, we gaan... Oeh. Oké, we gaan naar huis. Gaan we naar huis, Elia. Oké. Stop de infectie. Kijk ook deze lucht hier boven de stad, jongens. Je hebt onderzoek van de infectie gevonden die Strangerville plaagt. Een enorme moederplant die zich schuilhoudt in het lab. De enige manier om de boel te redden is het smerige wezen te vernietigen. Zoek een genezing voor de infectie en stel een team samen om de moederplant uit te schakelen. Oké, even snel wat eten, want we moeten zo gaan werken. En dan hoop ik eigenlijk... Oké, even snel wat douchen. Dat we hier dus iets kunnen planten, als het ware, om die dingen te maken. Waarom is het paars? Plantenfobie. Door planten in het sanitair? Wat is hier toch gaande? Er loopt vreselijk uit de hand met die planten. Zit er ook een plant in mijn wc? Nee, in mijn wc zit geen plant. Dat is op zich heel fijn. Ze is ook echt een beetje bang. Ah, ze zit wel lekker chill te eten hier. Oké. Oké, we gaan even werken. Oké, we zijn dus nu weer klaar met werken. We gaan eerst even douchen. En we moeten even wat leuke dingen doen. Oh, we moeten weer stofzuigen, zie ik. Stof voeren. Waar gaan we dan mee voeren? Okay, even lekker douchen. Oké, we gaan het wel even gewoon... We gaan het wel gewoon even op stofzuigen en zo. Stofzuigen en zo. Dat is wel voor een andere keer. Oh, huh? Waar is mijn stofzuiger? Rondstofzuigen. Ik vind het hele schattige beestjes, maar niet echt iets voor dit pakket. Oké, even slapen. En dan gaan we eventjes achter de computer. We moeten ook nog steeds iemand dus... we hebben ook nog steeds iemand die we dus moeten gaan afluisteren, als het ware. Kunnen we hier even gamen? Spel spelen. Blikblok. We gaan er even voor zorgen. Dan is er weer een beetje groen. Oké, ze is dus nu weer redelijk tevreden. We moeten dus een bondgenoot gaan maken. Maar misschien dat we gewoon die ene professor waarmee we dus een beetje bevriend zijn. Of die dat misschien kan doen. Was dat Ludo? Ik denk dat het wel Ludo is, ja. Oei, 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 wat gebeurt hier? Wacht. Waarom komen er planten uit mijn wasbak groeien? Oké, Ludo de Graaf komt zo langs. Oké. Oké, hier is Ludo. Oh, Ludo is een beetje flirterig.
Oké, even Strange wil praten. Maar we moeten dus ook iemand hebben die dus onder invloed is van het virus, om het even zo te zeggen. En die moeten we dus gaan vaccineren. Want ik heb een vaccinatie mee, toch? Dacht ik. Oké, ik kan eigenlijk helemaal niet zoveel met hem, volgens mij. Nee, zie je, ik kan helemaal niks met hem. Wat, komt er nou weer iets uit de wasbak? Nee. Oké, we gaan eventjes gewoon naar het centrum toe. Of naar de lounge of zo. Want, of naar de bar. Kan ook nog. Laten we Ludo gewoon meegaan. Oké, en daar moeten we even kijken of we dus iemand kunnen vaccineren of zo. Maar dan moeten we even iemand... Ja, we moeten dus een bondgenoot maken. Maar is dat dan iemand specifiek die dan dus al... Hier groeit ook een plant. En hier groeit een plant. Oké. Er moet nu wel even iemand langslopen dan die... een beetje gek doet. Ik hoop dat ze even voor zichzelf een beetje zorgt. Oh, hier loopt er een. Oké. We pakken deze. Experimentele vaccinatie testen. Oké, daar gaan we, jongens. Oh, ze is wel echt ook een beetje bang. Oké, daar gaan we. Oké, we gooien dus gewoon de vaccinatie in iemands gezicht. Nice, dat moet werken. Oké, het ziet er naar uit dat hij weer Oké. De vaccinatie veroorzaakte een andere reactie, maar heeft de infectie niet volledig geïsoleerd. Blijft de vaccinatie op andere bezeten sims testen om te kijken hoe het reageert. Oké, dus dit heeft nog niet gewerkt. Oké. Nee. Deze werkt niet. Oh, hier komt er nog één aan. Maar nu heb ik geen vaccin eigenlijk meer. Dus dan moet ik... Moest iets van planten of zo verzamelen, dacht ik toch? Maar waar vind ik al die planten? Oh, wacht. Die kan ik misschien bij dat dingetje kopen bij mijn huis? Althans, ik dacht dat we daar iets van de plantjes konden kopen of zo. Of we moeten weer naar het lab toe. Zodat we daar dus die planten misschien kunnen verzamelen. Maar ik weet wel dat er dus mensen langs waren geweest in het begin. En die hadden toen iets geplant in mijn plantenbakken. Maar ja. Oh hier, verzamel monster voor microscoop. Dan moeten we dit hebben, denk ik. Oké, we gaan even dit verzamelen. Dat doen we even in een snel tempo. Oké, ik heb dus nu wat dingetjes verzameld. Dus dan gaan we even naar het lab toe. Om te kijken met de analyseerapparaat of we daar misschien weer een vaccin kunnen maken of zo. Het zou eigenlijk handig zijn als we gewoon zo'n apparaat thuis hadden staan. Oké, we zijn weer in het lab. We kunnen hier nog even verzamelen. Dan moeten we even weer het pak natuurlijk aandoen. Dan moeten we naar beneden. Kan ik gewoon naar beneden? Nee, ik moet even wachten tot ik het pak aan heb. Zo, maar hier ook die onweer, jongen. Niet te doen, gewoon. Oké, naar beneden. Hier kan ik ook denk ik gewoon gebruiken. Oh. Waar ga ik nou naartoe? Oh, ik ga even werken. Oké. Dikke prima. We gaan even werken, jongens. Dan gaan we morgen wel ook goed. Ik zag toch dat we hem nog niet konden gebruiken. Dus we gaan er zo even weer... We gaan even werken en dan verzorgen we er weer. En dan gaan we het morgen wel doen. Dan zorg ik even voor dat ik een vrijdag neem. We zijn wel gepromoveerd tot aanvoerder. Dus dat is op zich goed. Het was het wel waard, zeg maar, de werkdag. Oké, we gaan er weer even verzorgen. Oké, ze is dus nu weer redelijk vrolijk. Alleen wel dan nog even een plant in de wc. Even kijken, want ik weet nu niet of we nu genoeg hebben om weer zo'n vaccin te maken. Ik weet dat hier ergens een winkeltje of zo stond. Even spieken waar die staat. Oh, die staat hier bij mijn huis. En volgens mij konden we hier wel iets kopen van plantjes. Maar dat weet ik niet meer zeker. Laten we het even checken. Nee, zie je? Kan ik... Oh, wacht. Ik kan wel recruteren om tegen de moederplant te vechten. Dien de vaccinatie toe. Probeer... voordat je probeert te recruteren. Oké. Ik moet ze dus eerst weer normaal krijgen. En dan kan ik dus iemand vragen tot bondgenoot. Ik vraag me af... Oh, hier. Zonderling fruit. Ik vraag me dus wel af of ik dus iedereen dat kan doen. Of dat het echt iemand is die dus alleen maar
het virus heeft opgelopen. Oké, we gaan weer even wat dingetjes verzamelen hier. En dan gaan we naar het lab. Want volgens mij kan ik met jou nog helemaal niks. Meer keuzes, acties. Nee, je kan het, dat is niet oké. Even analyseren. En dan gaan we naar het lab. We kunnen best wel wat vaccinaties nu maken, dus we gaan het gewoon even proberen. We gaan even daar naartoe reizen. Oké, we zijn in het lab. Althans, we staan ervoor. Dat betekent dus dat we het pak aan moeten doen. We gaan hier even de keycard gebruiken en dan gaan we naar beneden. Dikke onweerachtig iets wat inslaat hier. Oké, we gaan naar dit apparaat toe. Oh, hè? Waarom kan ik dat dan niet? Gebruik de infectiescanner om sporenclusters te vinden. Ah, oké, maar hier kunnen we wel scannen, denk ik. We moeten die dingetjes dus weer vinden. Nou weet ik niet of we hier heel veel hebben. Oh, jawel. Kijk hier zo. Hier. Hier. En hier. Doe maar nog een keertje scannen. Dan hebben we even genoeg. Oké, dus dat fruit, denk ik, wat we hebben gekocht, dat heb ik dus blijkbaar niet nodig gehad. Dan zouden we het nu moeten kunnen scannen. Ja, zie je? Of kunnen maken. We maken er gewoon even gelijk een paar. Dan kunnen we gelijk wat mensen proberen. Hoeveel kan ik er maken? Ik denk wel een paar. Oh, twee. Denk ik nu nog. Ik weet niet hoeveel hebben we ervan nodig. Vijf of zo per keer. Dat zou best kunnen. Dat ik er nog een paar keer moet scannen. Volgens mij moesten we, even uit mijn hoofd gezegd, 1 tot 3 bondgenoten hebben. Oké, we deze even weer verzamelen. Verzamel. Verzamel. Ja, dank u. Kunnen we er nou eentje maken? Ja, nu kunnen we er eentje maken. Dan deze verzamelen. En dan doen we hier weer scannen. Oké, we hebben er dus nu 2. Het zit gewoon ook in een pot. Gewoon in een potje. Gooien we gewoon in iemands gezicht. Kan allemaal gewoon, joh, hier. Oh, het fruit heb ik dus blijkbaar wel nodig gehad. Want ik heb er nu nog 7. Gaan we gewoon weer proberen op die ene man als we hem weer tegenkomen. Want dan... Oh shit, ik moet naar de wc. Nou, doe er nog even eentje maken, dan mag je daarna plassen. Oké. Toilet. Die zit hier. Gebruiken. Dan hebben we er dus nu 3. Ik ga even kijken of ik een... Oh, ik moet pas over 2 dagen werken, dus dat is niet zo erg. Dan ga ik dus even kijken als we dus iemand... hebben normaal gekregen of die dan dus een bondgenoot kan maken worden. Oké, gaan we naar huis. Gaan we even... Nou, we gaan even slapen, eten, douchen, dat soort dingen allemaal. En dan gaan we op pad voor een bondgenoot. Ik ben echt oprecht best wel benieuwd waar de top uit gaat lopen. Oké, we gaan er eventjes voor zorgen. Oké, we zijn weer redelijk tevreden. We hebben alleen plezier wat we nog niet hebben tevreden. Maar we gaan gewoon even naar de bar toe. En misschien dat we gewoon wat met wat mensen kunnen praten. Misschien een spelletje spelen, tv kijken ondertussen. En we gaan op zoek naar die ene meneer die we dus net ook al waren tegengekomen. Zodat we dus nog een keer dat vaccin op hem kunnen toedienen. En dan ben ik benieuwd of we hem dus als bondgenoot kunnen doen. Even kijken, we gaan hier gewoon eventjes naar de televisie kijken. Naar de huidige zender kijken en we gaan dus even met haar praten. Oké, dan hebben we dus deze meneer weer. Die hadden we dus nodig, deze. Waarom kan ik dat niet? Je hebt de vaccinatie al getest op Ted. Zoek een ander bezeten sim. Oh, oké. Dus dat kan niet op dezelfde. Dan moeten we even wachten tot er weer eentje langs loopt. Oh, hier lopen er 2. Oké. Nou, ondertussen zijn die balkjes wel goed gevuld. Dus we gaan eventjes op deze manier proberen. Want die zijn we dus al iets vaker tegengekomen. Oké, we rennen er even naartoe. Hé, maar je zag ze maar nog steeds... Oh, nee. Oh, je hebt geen idee. Ik dacht dat we naar hem toe gingen. Zijn we hem nou kwijt? Oh, nee, hij staat hier nog. Oh, hij staat wel netjes op ons te wachten. Oké, top. Oei, dan ben ik weer bang voor de wc. Tot je positief komen. Volgens mij werkte het weer niet. Werkt dit? Oh! Maar voor hoe lang werkt dit? Voor hoe lang? Even kijken. Over Strange wil praten. Kan ik? Nee, ik kan nog steeds niet met hem. Dien de vaccinatie toe voordat je probeert te rekenen. Dan... Oh, deze is het nog steeds niet. Die wordt zometeen gewoon weer gek, denk ik. Oké, we gaan het op iemand anders nog testen. Oh, wacht. Hier loopt er eentje. Hier, we gaan hierheen. Ik vraag me af hoe vaak ik dat moet doen.
Want we hebben er nu... Dit wordt dan nu de derde. Ik hoop niet dat we er een stuk of 10 of zo moeten doen. Oké. Okay. Eureka! De vaccinatie lijkt infectie te isoleren. Ga terug naar het geheime lab om de vaccinatie op chemische analyse apparaat te maken. Oké. Okay. Oh shit. Oh, nee. Wat gebeurt hier nou? Oh, hij is in slaap gevallen. Met Mark proberen te praten. Oké, want misschien kan hij dus een bondgenoot worden. Van mij. Dan. Toch of niet? Of is hij nou... Oh, nee! Nee! Ik kan nog steeds niks met hem. Ah, ik dacht dat hij nu genezen zou zijn. Nou, dat is jammer. Oké, we nemen dit nog even mee. Oké, dan gaan we naar het lab. Want daar moesten we naartoe. Dus ik moet denk ik nog meer vaccinaties maken als het ware. Oké, maar we hebben dus wel een doorbraak gehad nu in het vaccin. Dus dat is goed. Oké, we zijn weer in het lab. We gaan het pak weer aandoen. Oh, nou, ik heb het aan favoriete toegevoegd. Dus nu niet meer. Nu weer wel. Lekker bezeltje. Nee, ik wil gewoon dit pak dragen. Lekker, Jill. Oké, we gaan de keycard gebruiken. We rennen er weer even naartoe. We moeten ook naar het toilet. Dus laten we eerst even dit verwijderen. En dan eventjes gebruiken. Voordat ze weer naar de wc moet. Paniekerig poepen. Let's go. Dat hebben we gedaan. Oké, dus we moeten nu het apparaat gaan gebruiken. Het analyseapparaat. Oké, heb ik nou iets dan... Ik heb er hier nog twee. Oké, we gaan nog een keer... Ja, het spijt me. Oké, we kunnen ook naar huis gaan. Want daar lopen ze trouwens ook regelmatig langs. Dus dat kunnen we ook net zo goed doen. Oké, gaan we even haar laten eten. Dan hoop ik wel dat er iemand langs gaat lopen zometeen. Want normaal gesproken loopt er altijd wel iemand... Oh ja, zie je, daar komt er alleen. Loopt er iemand langs en dan zou je zien dat dat nu niet was. Maar daar is er alleen. Vaccinatie toedienen. Oké, daar gaan we. Oh, ik hoop dat dit werkt, joh. Oké. Oh. Ik voel me stukken beter. Ik kan weer helder denken en mijn afschuwelijk geluid in mijn hoofd verdween. Oké. Maar... Oh, hier, kijk. Oh, we kunnen een bondgenoot maken. Oh. Volgens mij moeten we bevriend worden. Wil je dat ik met jou naartoe ga... Wat weet je nou over het vechten tegen normale buitenhuisplanten? We kennen elkaar namelijk. Oké, dus ik moet dus wel even met hem bevriend worden. Nou, dat gaan we even fixen. Dan gaan we dat heel snel doen door foto's met hem te maken. Want dat werkt heel snel. Wie is het? Oh, ik kan dat dus blijkbaar nog niet. Oké, dan moeten we even een beetje met hem gaan praten. Over Stranger veel praten. Leren kennen. Oh, hij gaat wel gelijk een serenade voor me spelen. Nou, wat top. Dat goed. Oké, wacht. We gaan haar ook gelijk vaccinatie toedienen. Misschien hebben we er dan gelijk twee. Maar je moet wel even hier blijven. Blijf hier. Oké, zij is nu ook weer beter. Dan gaan we hun twee als bondgenoten even fixen. Want dat is wel even een goeie. Dan heb ik er hier al twee. Opfleuren. Kan ik al met jou op de foto gaan? Carrière vragen. Opfleuren. Even kijken of het dan gaat. Foto maken met. Nee, nog steeds niet. Iets is nog meer omhoog. Oké, ondertussen gaan we ook met jou praten. We moeten even met hun twee even goed bevriend worden. Oké, maar ze is niet echt, ze is een beetje ongemakkelijk. Dus misschien moeten we dat gewoon de volgende keer gaan doen. Voor de nieuwe aflevering. Dat we met hun vrienden gaan worden. En dat we dat dus gaan doen. In de volgende aflevering. We gaan haar van eerst naar huis laten gaan. Oh, ik was aardig in de buurt. We hebben dus nu het vaccin gemaakt. En dat werkt. We hebben nu twee mensen genezen ervan. We moeten nog met hun vrienden worden.
Dat gaan we dus in de volgende aflevering doen. En dan gaan we dus de plant verslaan. Ik ben wel echt oprecht benieuwd wat we dan moeten doen. Of we echt met z'n drie in zo'n pak dan gaan en noem maar op. Maar dat is wel leuk voor de volgende keer om daarmee verder te gaan. Mocht je deze video nou leuk vinden, abonneer dan hieronder. Hieronder zal ik ook alle linkjes plaatsen waar ik nog meer te volgen ben. Dus ook volg me bijvoorbeeld op Twitch of op Instagram. Zodat je goed op de hoogte blijft wanneer en wat online komt. Dit was hem voor deze keer weer. Ik zie jullie de volgende keer. Doei!